Welkom allemaal, leuk dat jullie vandaag kijken. We gaan vandaag even een kijkje nemen aan de Blokstraat nummer 47. Het is een studentenpand waar 4 studenten op dit moment inwonen. We gaan even kijken bij de kamer hier aan de eerste etage aan de voorzijde van het pand. Maar eerst gaan we jullie even de algemene voorzieningen laten zien hier op locatie. Loopt u maar met me mee. Want hier op de begane grond hebben we namelijk natuurlijk de tuin. Daar gaan we zo meteen als laatste eens eventjes kijken. Maar hier hebben we ook het gezamenlijke toilet zitten. Je zit hier achter deze deur. Keuken. Die zit hier achter deze deur. Nou, daar is ook een wasmachine voor algemeen gebruik. En dan gaan we natuurlijk even naar boven toe. Want we gaan even naar de badkamer en de kamer zelf eventjes kijken. Dan moeten we hier de trap op. Als u mij volgt. Hier zijn we dan aangekomen op de eerste etage. Wat wel even belangrijk is om te weten dat hier de kamer natuurlijk zit. En hier hebben we de badkamer. Ik ga even voor je aan de kant. Dan kun je namelijk eventjes een kijkje nemen. Nou, achter deze deur is de kamer. Dan gaan we eventjes naar binnen. Nou, hier zijn we dan in de kamer. Nou, je hebt hier gelijk eigenlijk al een goed overzicht van de woonruimte. Je zit hier aan de voorzijde van het pand, zoals ik eerder ook al had vermeld. Daardoor heb je natuurlijk wel prettig lichtinval, want de ramen zijn vrij ruim. En zoals u ziet is hier in de kamer zelf in ieder geval ruim voldoende plaats om een tweepersoonsbed te plaatsen. Hier wat kastruimte te genereren. Nou, en op de plek waar u zich nu bevindt, daar is eventueel nog ruimte voor een bureautje. En hier hebben we een wastafeltje. Dat is natuurlijk ook wel erg prettig, want er is geen wastafel hier in de douche zelf. Nou, dat houdt eigenlijk in, is dat u hier op de kamer zelf uw tanden kunt poetsen. Nu had ik u nog een dingetje beloofd. We zouden nog even een kijkje gaan nemen in de tuin. En daar gaan we nu naartoe. Nou, daar zijn we dan aangekomen hier in de tuin. De tuin die sluit eigenlijk aan op de keuken aan de achterzijde van het pand. Nou, en zoals u ziet is de tuin eigenlijk ontzettend diep. Dat is natuurlijk wel prettig, want dan kunt u toch eigenlijk een beetje gescheiden van uw huisgenoten zitten. En vindt u het nou leuk om dat wel samen te doen, ja, dan is dat natuurlijk in overleg allemaal bespreekbaar. Ik kan me best wel voorstellen is dat u uzelf hier in de zomer ziet zitten in die ontzettend leuke kamer. Nou, lijkt het u dan ook wat? Reageer dan zeker even bij ons op de website. Dat kan op www.maxhuren.nl. Mocht u vragen over de woonruimte hebben, dan mag u ons altijd even mailen naar info@maxvolle.nl of ons even bellen op 088-6299-038. Wij willen u ons ontzettend bedanken voor het kijken. Heeft u nog vragen, neem dan even contact met ons op.